Mag ik jou buiten zien of is het een rare vraag? Je hebt wel echt zo'n hangbilletje, man. Ik kan echt niet eigenlijk. Hallo! What's up iedereen? Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Deze ochtend begint met heel veel bromance. Heel veel bro-liefde. Ik ben hier samen met Mees. Hij gaf me een kusje op mijn voorhoofd. Hoe is het leven? Mees is een beetje moe, denk ik. Nou ja, het was gisteren gewoon gezellig. Was gisteren gezellig. Ik heb 2 uur geslapen, maar ik voel me echt geweldig. We hebben een paar biertjes gedronken. Nou, we hadden geen bier. Ik niet, we ik niet. We hebben een paar tequila-shirtjes genomen. Ja, hun zaten aan de zuip. Ik niet. Ik ben gewoon mee gaan chillen, gewoon nuchter. En ik ben wel gewoon heel laat naar bed gegaan. Ik heb maar 2 uur geslapen, want ik heb een wekker gezet. Ben ik gaan editen. Lekker man. Ik heb net geëdit. Net wakker geworden bij Mees. Voor de rest nog niks gebeurd vandaag. En nu ga ik weg. Ja. Want Mees is dood. Er zit een mattie van Mees binnen. Die zei nee, die gaan gewoon alleen maar chillen. Dus ik ga nu naar Sheet. Want er gaat iets heel bijzonders gebeuren vandaag. Een tattoo op zijn bil. Waarschijnlijk wel, ja. Bij 28 miljoen likes voor deze video, dan tatoeëer ik mijn hele been met Don. 28 miljoen likes? Ja. Zo groot is Nederland niet eens, gast. Oké, dames en heren, 28 miljoen likes. Oké, later bro. Ik ga er van tussen. Kijk jongens, on the go hè. On the go vlog live. Video aan het renderen. Ik zet hem gewoon naast me op de stoel. Kijk. Lekker renderen videootje. Doe je best maar. Poef. Oké, ik ga nu naar Sheet. En die gaat nu aan jullie uitleggen waarom hij een tattoo op zijn bil gaat zetten. Hey Sheet! Hey, goedemorgen! Goedemorgen! 3, 2, 1. Ging je dan niet kapot? Nee. Dat is teleurstellend. Dat is harder. Wat ben jij een slappeling, joh? Wat gaat er gebeuren vandaag, Sheet? Wat gaat er gebeuren? Een tattoo op mijn bil, hè? Ja, nu zijn ze nog mooi clean, hè, maar. Was dat jouw idee eigenlijk? Wat? Oh nee, dat was. Nee. Nee, dat was je eigen idee om te doen. Ik heb voor jou ook een challenge, daar vak je eigenlijk daar belde ik je net voor. Bij 250.000 likes moet jij je anus bleken. Wat is dat voor challenge? Dat wil ik toch niet op internet hebben? Waarom niet? Trouwens, met de zon in, net dat zou ik sowieso niet willen, man. Nee, hey, je doet het verkeerd, je moet echt zo. Oh, dit is lekker. Oh. Ja hoor. Hij blijft gewoon heel. Kijk, je moet hem wel op. Oh. Oh, op die flessen. Oh. Deze bleef gewoon heel gek. Hoe dan? Wow. Ronde 2. Even kijken. Daar zo. Oh. Die wil niet kapot. Die wil gewoon niet kapot, die. Kom op, man. Nou, dat is wel stuk, man. Nou, printer erin, Gio. Nee, Oké. Oh, hard smijten. Heerlijk gevoel is dat, de dingen slopen. Leg even duidelijk aan de kijkers uit hoe het zit, wat je hebt gedaan en wat er gaat gebeuren vandaag. Wat er gaat gebeuren? We gaan vanavond om 6:30 gaan we naar Busy toe. De rapper Busy? De rapper Busy. Ik ga je tattoo laten zetten op mijn kont. Want hij heeft een studio, hè? Hij heeft een studio daar en die tatoeëerder die komt daarheen. Hij gaat zelf. Ik had op mijn Instagram, zeg maar, in de verschillende linkje. Ik had op mijn Instagram een actie. 100.000 likes binnen 2 dagen en 2 uur. Dan ga ik een tattoo zetten op mijn kom. Van? De Lamborghini. Want daar zijn we bekend om. Snap je? Dus nou moet je fucking Lamborghini logo op je reet laten tatoeëren. Want hij heeft natuurlijk gehaald. Ik heb het gepusht, andere mensen hebben het gepusht. Je hebt zelf natuurlijk een groot publiek. Dus de Telegraaf komt vanavond ook. Ook. En wanneer komt er wat op je eikel? Vanavond denk ik. Oh, helemaal. Ja. Hè? Vanavond. Oh, je man. Nee, maar. Maar, ben je zenuwachtig? Nee, het boeit geen. Kijk, hij zit al helemaal onder, joh. Hij heeft al een sleeve en. Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het zo leuk dat hij dit gaat doen. Kijk, hij had iets van net onder de 80.000 likes. En het zag eruit dat hij net wel, net niet ging redden. Dus ik dacht, ik ga keihard pushen. En hoe? Echt hard. En toen was het gelijk binnen 3 uurtjes of zo had hij het gehaald. Wat je ziet. Maar wel leuk. En ik denk, dit moet gebeuren. Maar je moet hem niet klein, hè? Niet klein. 2x2 heb ik gezien. Nee, gast. 2x2. Maar als je nu naar jouw Instagram. Ik ga het laten zien aan de kijkers. Hey, 2x2. Hey. Hey dunne Milana, hoe ben ik dik? Ja, Mees is dik. Hier, kijk, dit is toch catfishing? Kijk hoe groot die tattoo hier is. Nee, Don, mag ik je vinger knakken? Ja, dat doet zij sinds kort bij mij. Hier, dan pak ze mijn vinger. Knak, hier die ander.
Oh. Dat vindt ze leuk om te doen of zo. Ze komt elke keer naar me toe. Tas, auw. Tijd om te gaan shoppen. Wij gaan lekker shoppen. Shoppen, shoppen, shoppen. Ik heb nul kleding bijna meer. Dus het is tijd om te shoppen. Love you. Goed voor jou. Shahite gaat een lingerie set halen voor zijn vrouw. En ik ga... Niks van geloven. En ik... Oh. Hey, topper. Zo, lekker shoppen. Eerste winkel. Je kan al het geld zien gewoon van deze winkel, hè? Ja. Hey, er ligt gewoon een ton daar. En dan loop ik weer naar buiten. Oh nee. Ja, kijk, Shahite staan. Shahite, wat doe je? Ja, ga dan. Voor je vrouw. Het zijn normale dingen in het leven, vriend. Ja, nou daar gaat hij. Ik wacht wel buiten, hè, want ik ben single. Hé, hey, wat is dit nou? Wacht, Shahite, wacht. Ik ga achter je zitten. Wacht, niet zonder mij. Wacht, iets naar voren. Iets naar voren. Iets naar voren. Go, go, go. Niet, laat los, laat los. Laat dan los, gek. Ik durf het niet. Je wilt er. Ik durf het niet. Het gaat wel lekker. Het gaat gestrand bij een maand. Hey. We zitten vast. Voor dat gegoffel. Er gebeurt gewoon niks. Dit is helemaal kut. Auw, teking hond. Vuile hond, jongen, ben je ook. Nee, dit is wel, duurt wel lang. Het is de langste glijbaan ooit. Dit is de meest langdurende glijbaan van Europa, jongens. Maar wel de kortste. Hey, ziet, dit gaat wel lekker dit, hè? Hé, hey, oh, daar gaan we. Je hield ons gewoon tegen. Nou, jij. Dit was helemaal kut. Dit doen we niet meer. We zijn nu bij een winkel aangekomen. Dit is onze winkel, hoor. Oh, daar gaat Shahite. Oh, nee, dat kan niet. Kijk dan. Shahite, ik wil hier niet weggaan zonder dat we allemaal outfits hebben. Hé, hey, zoek de verschillen. 1 centimeter haar langer. Ja, dan moet je zoek de verschillen. Dan kan je dan... Gast, dat is gewoon aas zo. Oh, ja, yo, dit brengt herinneringen naar boven. Ja, echt leuk, hè? Dit had ik vroeger als kind, man. En toen heb ik er 1,5 jaar over gedaan. Weet je hoe lang dat duurde in kinderjaren, toen ik echt 8 was? Ja, ik had ik echt €200 waard of zo. Dan ben je een beetje bezig. Oh, nou. Zo! Het is wel een beetje warm hier, hè? Oh, dat is ziek. Kijk, hè. You. Versus the guys he tells you not to worry about. Hey, deze kan ik ook wel gebruiken inmiddels en al die klappen op mijn nek. Die kan ik... Dat kan ik ook wel gebruiken. Ik meen het oprecht, in zo'n winkeltje als dit kan ik gewoon de hele dag... Ja, echt uren, gewoon de hele dag kan rondlopen. Gewoon de hele dag... Huh? Misschien willen ze wel een samenwerking. Dus zitten jullie ervan af te kijken. Ja, 12 uur lang overleven in Hebbedingwinkel. Gaan wij al jullie producten testen hier. Maar dat loopt alleen maar door elkaar heen, hè? Ja, sorry. Oh, dat is jouw kanaal trouwens. Maar je ziet heel veel dingen die je mee wil nemen, weet je. Maar waar je niks aan hebt, dan zou je het kopen. En ligt het gewoon ergens random in de kast. Ik bedoel, kijk, een sauspistool. Mosterd en ketchup, fucking lijp, maar je gaat hem nooit gebruiken, denk ik. Hier, kijk dan dit. Of als je een horecaonderneming hebt. Peper en zout en de mosterd op een mini picknicktafel. Dat is schattig. Wat flauw, mega. Ik durf te wedden dat we alleen maar met troep terugkomen en dat we vandaag geen kleding gaan kopen. Ik voel de buil hangen. Au, au, shit. Au, shit, au, au. Ik heb zoveel last van een steek. Oh, je telefoon flikkert ook al. Echt voor een eind. Het is een eindding, weet je wel. Oh. Nou, Shahite is eruit. Hij heeft de lingerie gevonden voor zijn vrouw. Kijk eens even. Geweldig. En ik had gelijk. Ik had gelijk. We hebben allebei geen kleding. We hebben alleen troep. En dat dokterspakje pak je als je eraf rekent. Oh, kut. Gas, wat doe je nou? Dat je vergat het zeker. Ja. Er is politie achter ons. Maar je hield je aan de snelheid, alleen je deed heel snel optrekken er naartoe. Nou, dat kunnen ze zien als uitdagen natuurlijk. Oh, kijk, daar rijden ze. Zien hem naast ons rijden. Shout-out naar Chewbacca. Nou ja, we hadden gewoon geen zin om kleding te kopen, gewoon totaal niet. We liepen gewoon te kutten. Ah, oh, we dachten geen zin om te passen. Dus is het nu tijd voor wat goocheltrucs of gaat dat niet door? Ja, oh ja, wil je even navigatie? Kijk, nu krijg je een stopteken. Even navigatie inzetten. Nu krijg je een stopteken. Nee, nee, je krijgt hem niet.
Maar hij zit wel heel erg te kijken. Hij wou denk ik op de foto bij me. Nou, tijd voor wat goocheltrucs dus. Oh, wacht, eerst. Dames en heren, 30 jaar. De mevrouw na. Nou jongens, het is tijd voor een goocheltruc. We zitten hier met Gerjan van de Italië-trip. Misschien dat jullie die nog wel kennen. En Shahid. Gerjan heeft wat leuke trucs gedaan op de Italië-trip. Die bevielen heel goed. En nu wil Shahid een keer een trucje terugdoen. Nou, kijk dames en heren. Let op. Er is helemaal niks. Ik ga 50 euro ga ik eruit proberen te krijgen. En ik doe een wit blanco papiertje doe ik erin. Let op. Kijk, zit er niks achter? Wel even oefenen, oké. Okay. Het lijkt net een cassettebandje. Ga je hem bedrukken of zoiets? Ga je hem bedrukken? Ja. Maar wordt hij ook eens vierkant in plaats van afgescheurd dan? Kijk. Hocus pocus. Hij lukt niet altijd, hoor. Nee, zie je. Ik ben geen goochelaar, maar een clown. Ik ga een trucje doen. Dit is een drukmachine. Ik ga van dit witte papiertje ga ik geld drukken. Zeg maar hoeveel je wil. Tientje, 50 euro. 50. Ik ga mijn best doen. Komt ie. Okay. Ik doe hem er hierin, anders is het goed in. Ze is zo geprogrammeerd dat aan de andere kant dan de 50 euro eruit moet komen. Uit de hokus. Ah, ja. Kijk. Oh, ja. Oh. Mij niet. Ja. En? Hey, je moet eens even een paar honderd keer, dan kan ik ook een lamp halen. Snap je? Kijk. Een applaus. Oh. Je vindt hem leuk, hè? Wil je van mijn Insta doen? Kijk, we hebben ook nog deze goocheltruc. Wisselgeld. De kunst van het onmogelijke, geen idee wat dat is. En nog magische pen. Doe dat eens even, Shahid. Jezus, gast. Dat is toch zonde van je briefje, man. Dan kan je niet meer betalen. Hé, hey, stop, hè? Dat is toch zonde? Doe eens. Hey. Valt niet op, hoor, dat het een magneetje is. En dat is Italië. Die Italië-trip die wij laatst gedaan hebben, die geur van deze auto. We hebben gewoon een week door Europa getrokken. Tom, doe lijp! Nou, het grotere toeval bestaat er gewoon niet, gek. We komen letterlijk busy tegen in zijn Q8. En hij heeft zijn eigen muziek op, hoor. Lijp, hoe toevallig is dit? Plaatje dit, hoor. Kijk eens even. Q8, Abt Aero-pakket. Dikke mensry velgen eronder. Ja, en dan die van Shahid natuurlijk. Laten we even een kleine anti-shoutout doen. Wat zeg je nou? Laat me nogmaals even een kleine anti-shoutout doen naar Mr. Car Wash. Mr. Car Wash, wat dan? Ik ga altijd bij Car Spa in Amersfoort en Vathorst. Ga ik altijd. Ik ga één keer niet. Kijk deze motherfucker. Hier. Oh. Wie heeft dat gedaan? Oh, de wasstraat. En wie heeft dat gedaan? De wasstraat? Ja, man. Dat is fucked up. Mr. Car Wash. Ja, dat is pijnlijk. Shahid, wat werd je net verteld? Op je billen het pijnste plekje is. Ongeveer, ja. En ongeveer. Wist je trouwens dat je ogen en je konthaar ook in verbinding met elkaar staan? Je ogen en je konthaar? Ja. Wat wil je nou weer? Nu komt er een haar uit, springen de tranen in je ogen. Nou, in ieder geval, we hebben hier de pers. We hebben hier de tattoo artist. Kijk, is hier alles aan het voorbereiden. Ben je zenuwachtig nu? Nou, ja, ik doe me echt even uit. Ik krijg een warm lap. Maar word je zenuwachtig al? Ik ben zenuwachtig. Nou, je zit toch al helemaal onder met tattoos, dus ja. Maakt niet heel veel meer uit. Het is wel leuk, overal waar je komt straks, mag ik je willen zien. Ja, kijk, de volgende keer als hij een keertje meedoet, dan zet hij de 3 rondjes. Zet hij er. Hij heeft een Audi, zeg maar. Ja, zet hij de 3 rondjes staat er al natuurlijk. Ja, hij snapt hem. Kijk, zie je? Ja. Dat is een mooie. Kijk dan, dat heb ik nog nooit gezien. Vijf verschillende kleuren zwart. Rechts is meest donker, links is lichtst. Om verschillende tinten te creëren. Kijk, hier ligt een naald. Een batterij eraan of zo. Dit zijn de naalden. Dat is de batterij. Hier gaat die naald in. Ja. Wat is dat kwakkie dan, als ik vraag hem af?
Dat is de magic stuff. De magic stuff, oh. Zelf geproduceerd of... heb je zelf gemaakt, ja? Maar wat is het, wax of zo? Ja, het is gewoon vaseline. Nee. Oh, ze gaan ook iets in je kont stoppen, je. In plaats van erop. Ja. Er zijn een paar dingetjes uitgeprint. Okay. Oh, maar... Ik hem even omdraaien, zodat ik het iets beter zie. Maar qua grootte. Heb je nou je reet geschoren voor dit? Nee. Dit is gewoon jouw... Groeit gewoon niet. Marokkaanse kale bil gewoon. Zie je wel echt zo'n hangbilletje, man? Ah! Ja, die is goed. Ja, dit, hij is wel... Dat is mijn kont. Ja, dat is jouw kont, ja. Dat houden we zo. Deze kan ook makkelijk nog. Die rechter, die is groter. Kijk deze setup. Hij moet op tafel gaan liggen. De broek is uit. Nou, Sjiet, op het buikie. Nou, we gaan hem eerst plakken. Oh, we gaan hem eerst plakken. Doe de sok er eens tussen dan. Oké, okay, Sjiet doet de sok tussen zijn spleet, anders dan moeten we alles blurren. Kijk, nu is het gewoon net een... Dit is toch fantastisch gewoon, hè? Geweldig. Oké, wat is dit? Is dit een soort ontsmetter of zo? Nee, dit is de lijm, zeg maar. Oh, de lijm voor het plakplaatje? Ja. Oké, nou even lekker invetten. Je moet ook in elkaar lijmen. Ja, lijm zijn billen aan elkaar. Ja, heb je vaker tattoos op konten gezet? Dit is de eerste. En hoe lang ben je al tatoeëerder? 10 jaar. Dit is de eerste keer. Komt ie? Ja, daar is goed. Hier komt ie. Daar komt hij, daar komt hij. Kijk. Ja, hij is wel dit is wel een mooi formaat, Sjiet. Hier kan iedereen blij mee zijn, jij ook. Dus tussen wat je zei en tussen wat je op Instagram had. Oh. Ja, ja. Oh. Dat is groot, gek. Nee, joh. Als ik de kwaadste weer zou hebben, dan lijkt het niet groot. Niet te dik, hè? Ben je er blij mee? Goed formaat? Ik ga het doen, hè? Ja, je gaat het doen. En de vraag is, wat vindt Sjiet zijn vrouw nou hiervan? Die zei alleen, hij moet dat zelf weten, hè? Nou, het ziet er heel sexy uit. Nee, echt niet. Oké, nee, goed. Kijk dan. Kijk, kom. Pas op dat dat plaatje er niet afvalt, hè? Sjiet, heb je nog een laatste wens? Ik wil een tattoo. Jongens, ik heb nu 108k volgers, dus abonneren op mijn kanaal, Disperverman. Die verdient hij wel, hoor. Er staat wel een linkje in de beschrijving, zeker weten. Echt, ik heb nog nooit een linkje in de beschrijving van jou gehad, volgens mij. Hou je bek. Ja, tegel ervan. Dat, nee, dat recht heb je niet. Weet je hoe vaak je dat gehad hebt? Jij hebt ook zo'n vezen vuil, hè. Echt, ik heb je zo vaak een linkje gehad. Oh, jij trekt deze sushi straks. Ik trakteer de sushi wel. En geen stiekem een scheetje laten nou, hè? Ik ben benieuwd hoe pijn dat gaat doen, Sjiet. Ja, ik ook. Hier, billenkoeken. Oh, ja. Oh, daar komt hij. Auw! Oh, er valt een stukje koek uit je mond. Ik ben benieuwd. Nou, daar gaat hij, man. Goeie afleiding, hè? Zit de naald er al in? Ja. Voel je wat? Nee. Ik had echt gehoopt dat je helemaal traanogen ging krijgen, zo, joh. Hoe lang duurt het ongeveer om zo'n tattoo te zetten? Ik denk een uurtje ongeveer zoiets, maar ik neem er gewoon de tijd voor. En het worden geen kleuren, het wordt helemaal zwart gewoon. Ja, ja, een beetje met schaduw. Mooi. Oude wassen nu. Kijk dan, precisiewerk dit hoor. Naaltje, naaltje, naaltje. Nee, lekker die sok. Wat zal je vrouw zeggen, wat heb jij rare zweetvoeten? Nou, Sjiet ligt er wel heel comfortabel bij, maar jij gaat er ook nog een zetten, hè? Ja, mijn verslaving speelt gewoon op. Mag ik jouw buiken zien of is dat een rare vraag? Dus jij hebt echt veel tattoos. Sjiet heeft... Ja, kijk, dat zie ik vooral je borst, hè? Ja, overal, joh. Het is echt een hobby, hè? Of niet? Het is uit de hand gelopen hobby, ja, hoor. Mijn moeder is nog steeds niet blij met deze hobby. Wat is de eerste? En die planten, dat is onderhand nu gewoon een soort van gekke moedervlek geworden. Die kan je niet eens meer echt... Je moet even een beetje bijlaten. Ja, nee, maar dat weet ik niet, man. En nu krijg je hier een... Master. En nu gaan we hier een hartje doen voor baby mama. Voor je vrouw. En dan wel rood. Ik wil hem rood, dus ik ga hem niet inkleuren, want hij is rood vergeten. Dit is geen Lamborghini tattoo, maar Lambilgini. Slecht, hè? Dit is de mensen die deze gewoon kijken, hebben die ook gewoon een schavond op hun voorhoofd van. Ja. Nou, af en toe zitten wel eens een goede tussen, maar meestal. Ja. Kijk dat naaldje. Oh, zo dun. Het ziet er heel bijzonder uit. Kijk dan. Het begint ergens wat te lijken. Kijk de schaduwen. Sjiet heeft tot nu toe helemaal geen pijn gehad, maar ze zijn nu bezig met de schaduw. En nu begint hij voor het eerst pijn te krijgen. Want kijk, hij zit te rammen, jongen, met die naald. Oh. In je kontje. En dan niet voor de camera het harde. We hebben hem ook de hele tijd met rust gelaten. Nu ineens vindt iedereen het leuk, toch? Ja, nu gaat iedereen er omheen staan. Ja. Oh. En nu heb je pijn. Ja, steekt het? Ja? Den huidje, hè?
Nee, maar echt, hè. Oh. Hoeveel? Zit je al op 99,5%? Ik zou zeggen, what the fuck, man. Ja, what the fuck, man. Hey, als dit het niveau blijft van de humor, dan ga ik jullie voor allemaal ontvolgen. Kijk, oh mijn god. Ja. Hij wordt echt wel mooi, Sjie. Het is wel serieus hard. Hij is wel, het is niet een flut ding, het is wel echt een mooie tattoo. Je zou hem ook gewoon op een plek kunnen doen waar je hem zeg maar dagelijkse basis zou zien. Gewoon. Ja, gewoon op je voorhoofd of zo, weet je. Kijk eens even, hij wordt schoongemaakt. Hij is klaar, het is ook helemaal rood eromheen, Sjie. Hey, maar hij is wel echt mooi. Ik kan wel juichen. Hij zit helemaal bolje uit. Oké, Sjie. Zullen wij aftellen wanneer we omdraaien? Ja, je moet even een sokje ertussen doen. Oké, okay, ben je ready? Ja, maar jullie hier jullie meer liggen. Maar jullie hebben geen piemel of zo. Nog geen piemel kan je beter. Ja, jawel. Nee. Oké, okay, wacht. Wow, gek. Hij ziet hem al. Hij is donker, hè? Hij is ook wel emmer. Hij zit er voor altijd. Voor altijd. Iedereen is ook gewoon stil. Vanaf nu toe geen Björn Borgs meer, maar gewoon stringetjes. Ja. Je bent mooi. Kijk, even close. Nou, maar wat vind je ervan, man? Je bent een beetje stil. Ja. Top! Ja! Oh, ik heb honger. Nou, dan gaan we wat eten. Mag ik nou even een close-up ervan maken? Tuurlijk, joh. Kijk, ja. Kijk. Ja, dit is, maar je moet even normaal staan, want nu is hij scheef. Omdat je, ja. Kijk. Dit is hem gewoon. Hoe ziek is dit? Maat. Dit kan echt niet eigenlijk. Waarom niet? Nee, ik weet niet. Dus het permanent is. Het kan gewoon, jongen. Laat ze even zien. Ja, tuurlijk kan het, maar het kan niet. Kijk, ook een close-up. Ik denk niet dat je nu een of andere gaybar binnen moet rennen, zeg maar, op deze manier. Maar... Ja, want dan gaat die versnellingspook van die landbouw heel snel. Kijk, hij is wel groot. Hij is groter dan dat je de wou, hè? Dan dat je nee, wilde, man. Nee, 2x2. Dit is geen 2x2. Dat was de kleinste. Ja, inch. Ja, eens. Nee, top. Helemaal blij mee. Dit is permanent. Dit is permanent. Onder die broek schuilt vanaf nu gewoon een permanent lambo-ding. Ja, doe dat iets lager. Ja, daar zit hij. Oh, hij is helemaal vervaagd. In ieder geval, we gaan even lekker sushi choppen. Ik vind dit geweldig. Ik heb weer een ander shirtje aangetrokken. Ja, ja, ritueel. Ik heb weer een ander shirtje aangetrokken, ze stinken allebei. Deze stonk het minst, dus... ja, doe, ritueel. Oh, nee. Nee, ik kan je niet slaan. Jammer. Weet je wat nou het leuke aan Sjie is? Hij doet dit, hij lacht er één keer om en hij gaat gewoon door met zijn leven en hij kijkt er nooit meer naar om. Dus hij mensen vragen om hem te laten zien. In principe boeit het jou helemaal niks. Oh, lekker edame. Hier, zie je, hij gaat gewoon, hij denkt gewoon aan zijn choppen. Kijk, dit gaat er wel heel lekker in. We zijn aan het bunzen. Dat is niet normaal. We hadden maar een uurtje de tijd. Ja, omdat het heel laat was. Hij heeft een flesje Pino. Ik heb een flesje water, dus ik mag lekker terugrijden. Daar ben ik heel blij van. Dan mag ik in mijn droomauto rijden. Hij gaat in zijn droomauto, hoor. Omdat ik twee wijntjes op heb. Gaat hij in zijn... Gaat... flesje eentje. Oké, okay, hele fles dan, sorry hoor. Oh, tramolanti motori. Mijn radiator is mijn Ferrari. Hier krijg ik nou echt gewoon rillingen van. Een stijve neus van. Een stijve neus. Ja, die is heel tijd al aanwezig. Moet ik even voor die mensen die staan te kijken? Ja, wat jij wil, jongen. Als je dat moet. Zie je, wat een leuke dag er trouwens. Ja, echt een leuke dag. Ja. Hey, mag je maar 50? Dus optracken kan ik niet, maar luister naar dit. Nou, parkeert hem erin. Moet je kijken hoe krap dit trouwens is met de spiegels. Zie je dat? Ik zet hem er recht voor zo. Moet je eens kijken. Dat past echt. Het past echt maar net aan. Zie je dat? Ik kan er net aan een vinger tussen steken, denk ik. Oh. Ja. Oh, mooi, man. Dit staat... Dit staat gewoon op zijn kontje, jongen. Hey, maar moet wel even voor de kijkers kijken. Ik heb een paar gedronken, maar het is mijn eigen terrein. Maar anders had Donald misschien tegen de muur aangereden. Oh nee, maar dat is logisch. Ja, in de garage zitten, dat kan gewoon. Ik heb natuurlijk de hele weg gereden, dat is logisch. Maar ik ga hem niet hier parkeren. Dat is zo'n dure auto. Hij is daar ervaren in. En hij is niet dronken. Hij heeft gewoon een paar wijntjes op. Maar jullie snappen het. Doei. Dag. Sjie gaat lekker naar zijn bed. Ik ga nog even achter mijn laptopje zitten. Lekker editen. En dan ga ik ook naar bedje toe. Sjie heeft gewoon een
tattoo voor het leven op zijn bil. En dan doet er zelfs zo simpel over. Maar het is echt gewoon... Ja, aan de ene kant moet je er ook weer niet moeilijk over doen. Maar het staat er wel voor altijd. Ik ga helemaal stuk. Ja, ik vind het gewoon mooi dat het hem gewoon niet boeit. Dat hij gewoon... Ja, boeien, gewoon tattoo zetten. Weet je. Nou ja, in ieder geval... Ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Ik heb ontzettend genoten vandaag. Ik hoop dat jullie weer meegenoten hebben. Ik ben kaulo debro. Ik heb maar 2 uurtjes geslapen. Maar ik voel me eigenlijk de hele dag heel erg goed. Nu begin ik pas eigenlijk in te storten. Het is 1 uur. Dus... Dat valt me best mee, best lang volhouden. Dat is het voordeel van dat ik een heel druk energiekarakter heb. In ieder geval, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog weer. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is tot de volgende video. Later! Maar loop je mee naar achter naar mijn spoiler? Kom. Whoa!